Vandaag was de laatste dag van de speciale tweedaagse bijeenkomst van het World Economic Forum in Saoedi-Arabië. Zakenlieden, wereldleiders en non-governementele organisaties benadrukten hier hun zorgen over vertrouwen, mondiale problemen en de in hun ogen noodzaak voor wereldwijde maatregelen. We have to do everything to achieve the SDGs. Although we are off track. If we don't all work together to try to reduce our greenhouse gas emissions, there's no way we can avoid the immense impacts of crossing 1.5, and beyond 1.5 you trigger all kinds of tipping points, and then it becomes completely unpredictable. Bring faith back into the global system. The South, it looks at Europe with great suspicion. Aan de desk hierover journalist Joost Niemuller. Joost, veel mensen kennen het WEF van de tas van Mark Rutte. Ja. Wij kennen het hier als een organisatie die grote globalistische plannen over ons wil gaan uitrollen. En deze was in Saoedi-Arabië. Waarom daar en wat werd er besproken? Ja, Saoedi-Arabië die vindt het waarschijnlijk goed voor hun status om het in hun land te doen. Hè, want het levert altijd veel op en er komen veel mensen en dan word je jezelf wel heel belangrijk. Ik denk dat dat ook de reden is waarom het vaak in Davos of eigenlijk alleen in Davos werd gehouden. Dus. En ik dacht dat er daarvoor ook wel een aantal golfstaten werd gehouden. Ik weet niet of Saoedi-Arabië nu de eerste keer is die het heeft, maar die hadden vaak een soort zomerversies. Davos was altijd januari. Ja, het is een interessante rol, deze van het gastland. Want een belangrijk onderdeel wat we ook vandaag gaan bespreken is het klimaat. De klimaatagenda die op het spel staat. Dus het WEF neemt de tas met klimaatagenda mee naar een oliestaat. Dat vond ik de eerste opmerkelijke. Ja, en die gaan rustig mee in al die newspeak praatjes over milieu en noem maar op. Die zijn ook druk bezig met het aanleggen van de zonnepanelen. Ik weet niet of ze aangesloten zijn, want het lijkt me vrij zinloos om dat te doen. Want dat spuit allemaal uit de grond namelijk. Ja. Maar ze doen allemaal mee in die praatjes. Maar volgens mij hebben ze ook windmolens en dat soort zaken. Ja, we gaan met jou uitgebreid stilstaan wat daar werd besproken over de drie belangrijke thema's die daar vandaag en morgen zijn en worden besproken. Het eerste is een pact voor inclusieve groei. Kun je dat eens toelichten? Wat is het pact voor inclusie? Ja, dat is nou weer typisch van die taal, hè? Het inclusieve groei. Dat betekent dat ik weet niet precies meer. Ik sta nu hier ontwikkelingslanden. Wat tegenwoordig het woord ervoor is. Vroeger heette dat de derde wereld, maar goed. Opkomende economieën. Of zich ontwikkelende landen. Want er wordt steeds nieuwe taal. Want het is natuurlijk allemaal denigrerend. Hè, want ze lopen achter. Maar je bent bang dat je dat niet mag zeggen. Derde wereld. Nou, ik zit er niet mee, maar ik ben altijd. Bij ons mag je dat taalgebruik, ja. Die moeten meekomen. Het kost altijd heel veel moeite om mij te verplaatsen in de manier van denken die je bij dit soort mensen hebt. Want ze moeten meekomen. Ja hoe dan? Opvallend inderdaad dat ze dat zeggen. Want wat zij aansnijden is dat iedereen het recht tot energie moet kunnen hebben. Maar we hebben het hier natuurlijk over landen die nog helemaal niets hebben. Of waar een groot deel van de bevolking geen enkele toegang tot energie. Ze hebben heel veel energie, maar die wordt gestolen door andere landen. Ja, zijn ze dus geacht om ook aansluiting te vinden tot het klimaatneutrale en het duurzame energie. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk dus heel cynisch en bitter. Hè? Want vroeger vonden wij dat Chinezen geen auto mochten rijden. Ja. Nou kopen we de auto's van de Chinezen. Ja. Maar zo hard gaat het. En nu vinden we dat eigenlijk. Ja, dan krijg je van die plaatjes hoeveel vervuilt iemand in Europa ten opzichte van iemand in de derde wereld. En dat is dus eigenlijk heel weinig. En dat vinden we dat zo moet blijven of zo. Het is allemaal heel bitter en cynisch. Ja, en die landen zelf, die kopen dat ook niet meer natuurlijk. Hè. Die zijn zich daarvan bewust dat ze, om zich te kunnen ontwikkelen, hebben ze goedkope, efficiënte energie nodig. En dat is vooralsnog gewoon fossiele energie. Ja. En dus die landen zeggen, ja luister, dat is allemaal mooi en aardig. Maar het probleem is vooral ontstaan doordat jullie, het Westen noem ik het maar even, zoveel energie verbrand hebben. Dus die zeggen van, wij doen mee, maar dan moeten jullie het wel gaan betalen. En dat is, maar dit is een van de spanningen. Absurde discussie eigenlijk, omdat je hebt het over mensen die toegang zouden moeten hebben tot energie. Dat kan niet anders dan fossiel, want die beginnen net. Ja. Dat is dus tegelijkertijd eigenlijk of kernenergie, hè? Dus die andere optie. Dat zou inderdaad nog kunnen. Maar dat vormt eigenlijk ook op een bepaalde manier dus een dreiging voor de groene klimaatagenda.
als dat op die manier zou gaan. Dus proberen ze dat dan op deze manier daar weg te houden? Of ben ik dan echt te cynisch? Ik denk, als je gewoon puur pragmatisch of rationeel redeneert, zou je zeggen van armoede is eigenlijk het beste om minder klimaatverandering te krijgen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En daar moet je dan omheen zien te praten en dan een verhaal over inclusieve groei gaan houden. En dat zie je dus bij al die video's zie je dat ook voortdurend terugkomen. Er wordt over de problemen, de problemen zijn economisch. Daar wordt overheen gepraat en er wordt een soort saus overheen, een soort esoterische, religieuze saus gelegd, waardoor vanuit een utopisch idee alles zou van zichzelf zou kunnen veranderen of zoiets. Ja, men probeert dit op te lossen door het introduceren van het thema klimaatrechtvaardigheid. Ja. Klimaatrechtvaardigheid is dat landen bijdragen naar de mate waarin ze in het verleden zelf hebben bijgedragen aan dit probleem. En er is dus heel veel discussie. En dat proberen ze hier, denk ik, een beetje vlot te trekken. Over hoeveel dan die rijke landen zoals wij in de pot moeten stoppen. Er is een fonds afgesproken in het kader van Parijs. Dat moet 100 miljard worden. Maar dat is veel te weinig als je echt het serieus neemt en die landen uit de wind wil houden. En daar zijn berekeningen gemaakt. En die geeft aan hoe surrealistisch het allemaal is. Het sluit mooi aan op het tweede thema wat daar wordt behandeld. Namelijk actie op gang brengen voor energie ten behoeve van ontwikkeling. Actie op gang brengen. Ja. Hoe ziet dat er in de praktijk? Ja. Kijk, er zijn natuurlijk de Parijse doelen. Ja. Die 100 zijn miljard, er. Dat is nog breder, de hele Sustainable Development Goals. Ja, en dat loopt gewoon toch niet heel erg lekker op het moment. We liggen niet op schema, individuele landen niet. En ook wereldwijd niet. Dus er is een poging om dat op gang te brengen. En waar we het net over hadden, is een van de dingen die niet van de grond komen, om die ontwikkelingslanden, zal ik ze dan maar even noemen, om die te financieren. En wat ik net aan het zeggen was, dat is als je dat echt serieus neemt, dan kun je berekeningen maken die zeggen dat tot 2050... landen als Nederland ieder jaar per inwoner ergens tussen de $2,000 en $4,000 moeten overmaken. Dus dat gaat om bedragen tussen de, even in Nederlandse verhoudingen, 36 miljard en 72 miljard euro. Dat zijn gigantische bedragen. En er is geen begin van dat gaat gebeuren. Dus het hele idee van die landen, die ontwikkelingslanden, die mee te krijgen, daar loopt het spaak. Maar ook in de ontwikkelde landen, zoals in Nederland ook. Het is geen appeltje-eitje, laat ik het voorzichtig zeggen, dat we 2050 gaan halen. Ja, dan was er ook nog een derde punt, maar daar gaan we het straks over hebben, want daar sluit het volgende fragment goed op aan. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Anthony Blinken was vandaag namelijk aanwezig en sprak over de nieuwe wereldorde en de houding van Amerika ten opzichte van China en het Midden-Oosten. In Asia, we have the most consequential and in many ways complicated relationship with China. It can't be defined in a bumper sticker, but we've approached it from a position of strength. The aspects where we're competitive, the aspects where we're cooperative, the aspects where we're contesting. And that strength has to do with the fact that there's now greater convergence than at any time I can remember between us, key partners in Europe, key partners in Asia, and in other places on approaching some of the challenges posed by China. I just came back, as you noted, from there, and I think that's very much something that they see and understand. And of course, in this moment, we have arguably the worst crisis in the Middle East since 1948. Joost, wat zegt deze houding hier van de minister van Buitenlandse Zaken ten opzichte van China? Ja, dit is overigens een heel ander soort. De overgang is eigenlijk enorm. Dit is een heel ander soort verhaal dan wat we de rest van het forum vinden. Want daar hebben ze het over we. En daar bedoelen ze dan de wereldgemeenschap mee. Blinken heeft het over we. Dan bedoelt hij de Amerikanen. Ja. En dan is het dus een heel ander verhaal. Dus hier krijg ik weer grip op de problemen. Want hier gaat het over een land wat zich verhoudt tot de wereld. En wat bovendien nog steeds in de illusie leeft dat zij de leiderschap hebben. Dat zegt hij ook letterlijk. Hè? Wij hebben leiderschap. En hij wil dus niet meegaan in de discussie over
dat er een veranderende wereldorde zou zijn, waar heel veel mensen het tegenwoordig over hebben. Met name buiten de Verenigde Staten, maar ook in de Verenigde Staten. Hè, de zogenaamde multipolaire wereld, waarin de opkomst van China, maar ook van India en Rusland, eigenlijk steeds meer opeisen dat zij ook hun politieke wil gaan opleggen over wat er gebeurt in de wereld. En Amerika, in de vorm van Blinken, heel anders dan iemand als Trump overigens, die staat er heel anders in, die weigert dat verhaal aan te gaan. Dus die heeft het over voortdurend, als hij het over China heeft, dan zegt hij bijvoorbeeld tegen China van ja, jullie mogen geen handel drijven met Rusland. Alsof, het is het alsof dat nog iemand kan controleren, hè, bovendien. Maar het is totaal onzinnig. Het traditionele discours, hè, van het imperialisme van de Verenigde Staten en overal de discussie die we zojuist hadden, getuigt niet alleen van hooghartigheid of een blindheid ten opzichte van de realiteit, maar ook van een infantiliteit. Alsof je deze landen, hè, die wat kansarmer zijn en armer, hè, in financiële opzicht ook, en toe zou kunnen bewegen om mee te gaan in die enorme tempo drive van het Westen, daar waar wij aanvankelijk ook op al die plekken de grondstof hebben weggenomen. Ja. En dat laten die mensen zich niet snel vergeten. En die landen zullen eerder aansluiting vinden bij landen als China en Rusland. Ja, want hiervoor hadden we het over ontwikkelingslanden. Kijk, China die beweegt zich ook naar Afrika en India. En die zijn op een hele andere manier bezig. Die zeggen gewoon van, jullie krijgen wat en wij nemen wat. Wij gaan erheen en wij zeggen, ja, jullie krijgen wat, maar jullie moeten onze normen en waarden gaan overnemen. Jullie moeten gaan dragen naar ons idee over klimaatverandering en zo. En daar zie je dus een grote mate dat die Afrikaanse landen allemaal met Russische vlag gaan lopen. Dat is natuurlijk heel interessant. Je bracht Trump net even op. Hoe staat die daarin dan? Ja, Trump die zegt gewoon van, die is een zakenman. Die is in gevecht met andere landen. Hij zegt van, het gaat allemaal om het maken van deals. Dus hij is helemaal niet van, we zijn bescheiden of zo. Hij zegt gewoon van, jullie China pakken dingen van ons af en wij pakken dingen van ons af. Nou, kom maar op, weet je wel. En dan komt er een deal uit. Het is een heel andere manier dan dit globalistische taal wat je bij zo'n Blinken ziet. Ja. De vraag die het oproept is of Amerika de internationale verhoudingen of de nieuwe internationale verhoudingen gaat accepteren. Je zag net al Blinken eerder al over China, maar hij deed verderop in het gesprek ook een opvallende uitspraak over de rol en de toekomst van Iran, als het aan Amerika ligt. And where we end once and for all. A cycle of violence, a cycle of destruction, a cycle of profound insecurity. And where the preeminent challenge, the preeminent threat to virtually every country in the region, Iran, is in a box, is isolated. Ja, hij stippelt hier dus een route uit die Amerika voor zich ziet. Ja. Een land als Israël moet goede verhoudingen kunnen gaan onderhouden met zijn buurlanden. Gaza moet daar ook een rol in krijgen, Palestina. Maar het probleem is Iran, die moeten we gaan isoleren. Ja. Hoe lees jij dit? Nou ja, dat is een heel opvallende. Ja, dat is natuurlijk ook klassieke Amerikaanse realpolitiek. Hè? Je zet landen tegen elkaar op en probeert dan daaruit je winst te pakken. Alleen, het heeft niets meer met de realiteit te maken. Saudi-Arabië en Iran hebben diplomatieke verbintenis aangegaan. Dat komt ook echt op een gegeven moment ook aan de orde. Dat zegt die man ook. 80% van de olie van Iran gaat naar China. Ja. Dat zijn allemaal hele concrete zaken. Wapens van Iran gaan naar Rusland. Rusland, hè, dus India heeft een enorm, hè, daar hoor je weinig over, maar India heeft een enorme onderhandeling gaande, maar ook verder gaande met Iran, omdat India zijn olie uit Centraal-Azië wil halen en dat gaat via Iran. Dus die zijn hele goede betrekkingen aangegaan. Iran is verre van geïsoleerd. En om dit soort onzin te blijven beweren, moet je voorstellen, in Saudi-Arabië zitten die mensen, zitten hier naar te kijken en die denken, je zit in een van de aquarium, zit je een soort verhaal te houden wat helemaal niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Ja, maar wat betekent isoleren, hè, jongens? Wie is die geïsoleerd? Isoleren. Blinken is geïsoleerd. Isoleren, dat is wat aan de hand is. Polariseren uiteindelijk. Ja. Hè? Je zoekt een zondebok. Nou, we hebben het ook in recente dossiers gezien, tot en met ons nationale klimaatdossier. We hebben bij corona gezien, op het moment dat je demoniseert, in dit geval Iran, dan polariseer je impliciet. En dat is een politiek van de old days, maar die in de old days voor Amerika succesvol is geweest. Ja, je kan best wel heel veel kritiek op Iran hebben, hoor. Die heb ik ook natuurlijk. Ja. En je kan ook kritiek hebben op Trump, heb ik ook. Maar het lukte hem, precies wat je zegt, om vanuit wederkerigheid in contact te staan met andersdenkenden. Trump was geen vriend van Iran, hè. Die was heel veel verder tegen. Maar hij ging wel op bezoek in Noord-Korea. Ik bedoel, hij zocht wel zijn vijanden op. En dat is de kunst van de politiek, lijkt mij. Ja.
Ja. Ja. Vergat nog even te zeggen, dit was het derde thema. Hè? Dus de wereldwijde samenwerking, nieuw leven. Ja, ja. En dit was de boodschap van Amerika. Ja, en dat gebeurt dus niet door Amerika. Nee. Heel duidelijk. Ja. Dankjewel, Jos Niemeyer. Ja.